Ja, Jolanka, zie je het? Kijk eens. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer vrijdag, 8 januari. En we leven om 13:29 en dat allemaal in het jaar 2021. Ja. Net in het nieuwe jaar aangekomen, maar oh, nou ja, we zijn er alweer 8 dagen erin, hè. Ja. Astrid, mijn huishoudelijke zorg, is net de deur weer uit. Ik zit eigenlijk te twijfelen wat ik zal doen. Ik heb gisteren trouwens niet gefilmd. Nee, ik ben gisteren heel erg ziek geweest van de hoofdpijn, migraine. Tenminste, daar ging ik tegenaan en ik was misselijk en beroerd. En het grootste gedeelte van de dag op mijn bed gelegen. Het wou me niet en ik keek scheel van ellende. Ik ben ook gisteravond niet eens op Facebook geweest. Ik heb wel even 2 plaatjes gemaakt, maar meer en dan nog een vlog weten in elkaar te zetten. Maar verder is niks. Nee, maar ik heb hier iets moois voor mijn neus staan en dat is mijn orchidee. Die heb ik even op tafel gezet. Maar ik draai jullie zo meteen even om, dus ik doe hem even uit en dan weer aan. Ja. En dan wil ik graag ook weer iemand even erbij taggen. Dat is Jolanka. Ja, Jolanka Schappers. Ja. Dat, hij is zo beautiful. En Karin natuurlijk, hè. Ja, mijn lieve dochter. En mijn schoonzoon. Ja. Die hebben zelf ook van die orchideeën. En ja, ze doen het super mooi. Dus ja, ik draai jullie even om. Ja, Jolanka, zie je het? Ja, nou dat is diegene. Ik zal hem trouwens even draaien. Dat was dat sprietje die hier onder dat blad vandaan kwam. En toen zei hij van, ja, maar dat is luchtwortel, weet je het nog? Ja? Ja? Nou, en deze tak, die wordt daar alweer een stukje bruin. Maar er kwam weer een lood aan. Joepie. En daarom. Maar kijk eens. Er zijn er alweer 3 uit. Ik ben er zo trots weer op. Dat Karin, Roderick en Jolanka en degene die dit nog meer mooi vinden. Super, hè? Ja, echt wel. Nou, en dan gericht op deze mooie bloemen, wens ik jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Ja, echt wel. De beestjes zijn nu eindelijk ook rustig. Ja. Maar ik ga jullie weer even omdraaien. Ja, want dit ken je zo niet, hè. Nee. Ja, daar ben ik dus weer. Maar in ieder geval, ja, het is gewoon een prachtige mooie plant. En ik had nooit verwacht dat ik hem goed zou houden. Hé. Hey. Maar oké, het is hier ook prachtig mooi weer. Maar het is ook roetje koud. Ja. Dat, ik zat te denken, wat zal ik doen? Zal ik even weg? Maar nee, ik moet wel weg, maar ik moet even boodschappen doen. Ja. De kattengrit is op. Dat moet ik straks als eerste even halen. En kijken wat ik nog verder moet halen. Ik zou gisteren al aan de kerstspullen zijn begonnen, de kerstboom sowieso, maar omdat ik te ziek was, ben ik dat ook niet gaan doen. Nou schijnt de zon, daar zie je het op met het geglitter, daar zie je niks.
Dus ik denk, nee, doe ik niet. Ik wacht maar weer af, eventjes. En even ook nog verder bijkomen, want het is nog niet helemaal over. Het is nog wat zuurderig, ik ben nog wat misselijk. Maar dat komt allemaal wel goed. Wat zou ik nog meer zeggen? Nou, ik ga gewoon straks die boodschappen doen. Ik zal even eerst die planten even op de plek zetten. En als ik de boodschap heb gedaan, dan kom ik wel weer retour. En ik denk dat ik de GoPro maar er even in zet, als ik die niet vergeet. Want die is vol, dat weet ik. Ga ik eens een keer, ga ik die er eens een keertje in doen. Vind ik wel eventjes grappig. Ja, allemaal met die snotdoekjes voor. De ziekteverwekkers. Ja. En ik weet niet, maar ze zeggen dat Urk, daar, hoe zeggen ze dat? Ik moet even kijken hoe ze het zeggen. Moet je wel aan willen? Kom op. Ja. Even kijken. Dan moet ik daar naartoe. Ja, joh. De meeste besmettingen, de besmettingshaard, of weet ik hoe ze dat zeggen, van Nederland. Dat schijnt Urk te zijn. Maar ik heb een filmpje. Dat het schijnt daar ook best wel mee te vallen. Nee, als ze iemand spreken, dan weten ze, nou zeggen ze, nou niet in mijn familie. Ik kan niemand die niet besmet is en mijn familie is heel erg groot. En ja, waarom kom je dan hier? Als je bang bent om besmet te raken, moet je hier ook niet komen. Ja, maar u bent hier ook. Ja, maar ik woon hier, wordt er dan gezegd. Dus ja, ze deugen niet allemaal hoor. En er was ook een man die zegt, ja, je kunt de griep ook een andere naam geven. Ja, zo is het wel. Ja. Maar ik weet meer dan genoeg en ze bekijken het maar. Maar ik ga niet in die rij meelopen van die makke lammetjes. Nee. Dan ben ik het schaap die over de dam heen gaat en niet het makke lammetje. Nee, echt niet. Nee hoor, doen we niet aan mee. Ik ben ik en jij bent jij. En iedereen leeft op zijn eigen manier en dat doe je goed, je recht. Ook heb ik nog wat opgeschreven, ik vergeet dat steeds. En leg hier wat waterdruppels. De coronaregels schenden onze grondrechten. Dus hou daar rekening mee. Jij hebt recht op je grondrechten. Ja? Wordt dat overschreden, mag je er wat van zeggen. Dat is jouw recht. Dus ze zijn ons aan het overschrijden daar in Den Haag. En als jij niet voor je eigen of voor jezelf opkomt, dan is dat mis. Ze lopen over je heen. Je moet voor jezelf opkomen. Je moet dat durven, maar jullie durven niet. Je moet voor jezelf opkomen. Tegen de politie, tegen een boa, noem maar op. Kom voor jezelf op. Blijf niet zitten, blijf niet dat angstige vogeltje. Nee, doe je mond open. Kom op voor jezelf. Sta op voor je vrijheid. Simpel. Ja toch? Maar oké, ik ga verder en ik hou het gezellig en leuk. De honden die zijn aan het dollen geweest, aan het gek jagen. Deze begint te helpen met het blaffen. Maar verder, dat moet ik allemaal nog leren. Ik weet dat hij nou op blaffen, van hou op met blaffen staat. En de kunstjes, dat komt nog wel als ik wat meer tijd heb. En dat hoofd weer mee wil werken. Dan komt dat dan weer goed. Ik zou zeggen voor nu, lieve vrienden, hou je goed, kom voor jezelf op, wees lief voor elkaar, geef elkaar een hand, geef elkaar een knuffel, vooral je familie, kijk een vreemde de kop niet hoor, ik ga geen verwild vreemde een knuffel geven. Dan is denk ik maar, goedemiddag of goedenavond, ook goed allemaal, meer niet, nee.
Maar ja, dat heb ik altijd al gedaan. Altijd gewoon aardig en lief zijn naar een ander toe. Maar je hoeft een ander niet een knuffel of een kus te geven, want je kent ze niet. Maar je bekende, je vrienden. Als jij gewend bent een vriendin of een vriend een kus te geven en een knuffel, moet dat kunnen. En je eigen familie natuurlijk. En kinderen, kleinkinderen, noem maar op. Als je niet ziek bent, kan je dat toch rustig doen. Met de griep zelf werd het ook gewoon gedaan. En de griep is ook besmettelijk, want je kan elkaar ook aansteken. Nou, maar dat met dit ook. En ga gewoon door met je leven. Kijk, buiten, dan moet je uitkijken met die anderhalve meter. Vanwege de BOA's en de politie, want je kan een boete krijgen. Ho, maar je hebt grondrechten. Waar zijn die? Dus, en er is bijna niemand meer die zich eraan houden. Rutte moet de boel gewoon weer opengooien, vind ik. Maar ja, wie ben ik? Maar oké, ik weet wel wat ze daarmee bezig zijn. Het is gewoon een vuil, vies spelletje wat ze doen. Want deze virus, lieve vrienden, dat is gemaakt door mensenhandel, hè? En dat is hebben ze expres laten ontsnappen, ja. Er moeten zoveel mensen komen te overlijden. Ja, hou je er rekening mee? Vuilakken. Nou, ik weet het wel. Maar ja, in ieder geval, ik zie nog een vogeltje vliegen. Enkel dat vogeltje mag ik niet. Maar daarom ga ik niet zeggen van, schiet me dood. Nee. Of geef me maar een injectie. Nee. Het is een vogel, het is een dier, het is een levend wezen. Maar oké, mijn diertjes die zijn ook lief. Alwin. Alwin. Hi meisje. Hi. Hallo. Moet jij je tong uitsteken? Hé, moet jij je tong uitsteken? Alweer. Voor zijn dikkie. Dan moet je niet watertje drinken. Wat zie je allemaal? Hé, wat zie je allemaal dan? Wat voor dikkie. Een pot voor Dikkie. Hé? Ja, het is een mooi hondje, want ze glint zo mooi. Hé? Ja, water drinken. Nou, dacht ik wel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet. Doe ik ook. Ik ga zo met de GoPro er vandoor. Ik zal het met een plakbandje proberen vast te plakken. GoPro 1, ik weet niet eens waar mijn GoPro 2 is gebleven. Oh, het is al in mijn tas iets meer. Net zoals mijn camera's, die ik toen nieuw gekocht had. Ik heb hem in een doosje gedaan, maar ik denk dat hij in die kist zit. Ik zal eens zoeken wanneer die kerstboom eraf is. Zal ik die kist dus even openen en dan kijken wat er allemaal in zit. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet ze en tot later! Ja, lieve vrienden, ik heb mijn jas zoals jullie zien. Ik ga dus met mijn scootmobiel even boodschappen doen. En ja, de deken hebben we helaas niet meer, dus we zullen naar de vouwbaan moeten. Ja! Maar oké, okay, maakt niet uit. Ik ben zo snel mogelijk ook weer terug. Ik heb mijn camera aan. Dan kan ik mijn huisje in de gaten houden. Dus wee als drinkje, die gaat in de boel. Bel voor de politie. Ja, ja. En ik heb 200, dus waakzaam. Dus ja, komt allemaal goed. Het huis is dus dubbel beveiligd. Dus daarom kan ik ook rustig zeggen dat ik boodschap ga doen. En jullie zien toch een paar, 2 weken later dit, of een week later. Een week tot 2 weken, zoiets, weet ik veel. Maar in ieder geval, ik ga er even vandoor. De koper gaat mee, dus dan kunnen we even zien hoeveel, ja, ik noem het maar snotdoekjes. Ja, want als ze niet zich komt hun eigen snot in dat doekje, dat ademen ze ook weer in. Dus ja, hoe wil je ziek worden op die manier? Nou, ik niet. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer.